dinsdag 10 januari hield de gemeente Bormeland haar nieuwjaarsreceptie. Burgemeester Peter Tangen was hierbij aanwezig met een toespraak aan het terugblik op 2016 en keek ook vooruit naar 2017. Wat een prachtige ontvangst. Als je dan hier binnenkomt en je hoort al dat jonge talent spelen van Ratatouille. Een prachtig orkest met allemaal Bormenezen erin. We hebben ze natuurlijk veel vaker zien optreden de afgelopen jaren. Maar het is zo'n grote prestatie die ze maken. Ik ga ze straks nog even wat extra aandacht geven. Want ze hebben ons weer geweldig getrakteerd op dat mooie optreden. Ratatouille, dat doen jullie toch wel heel, heel erg goed. Ja. We staan hier bij Peter Tangen, burgemeester van Wormeland. Hoe vond u dat uw toespraak ging vanavond? Nou, ik vond het zo leuk dat er zoveel mensen waren. Dat heb je wel gezien, hè? Alle geledingen waren er, alle kernen waren er. Heel veel verschillende vertegenwoordigers van verenigingen, clubs. En als die er allemaal zijn, is het natuurlijk erg leuk om een terugblik te geven op het afgelopen jaar. En om even vooruit te kijken naar het komend jaar. Dus ik vind het altijd iets om naar uit te kijken. Hoe kijkt u terug naar het afgelopen jaar? Hoe was dat voor de gemeente Wormeland? Ik heb daar straks in mijn toespraak ook verteld dat we best mooie projecten hebben om op terug te kijken. Ik heb de bouwlocaties genoemd. Ik heb genoemd wat we op het sociale terrein hebben gedaan. He, als het gaat over bijvoorbeeld schuldhulpverlening of armoedebeleid. Dat zijn weer hele andere onderwerpen. Dus als je terugkijkt, dan zie je, we zijn een hele vitale en actieve gemeente. Ik heb ook laten zien dat als je kijkt wat er in de wereld gebeurt, dat er ook hele verdrietige dingen om ons heen gebeuren. Waar je je soms heel boos of onmachtig over voelt. En daar heb ik ook bij stilgestaan. Want dat vind ik ook gepast om het op dit moment ook met elkaar te doen. Waarom sluiten de kazernes in Jisp en al die andere dorpjes eigenlijk? Het is eigenlijk best wel zonde als ik het zo heb gehoord. Ja, we hebben het afgelopen jaar hebben we een onderzoek gedaan. En toen hebben we gekeken naar hoe vaak de brandweer uitrukt. En dan wordt dat geteld en dan kijk je natuurlijk, een brandweerkazerne is een behoorlijke investering. En dan kijk je, als ze heel weinig uitrukken, of dat ook door een andere kazerne kan worden overgenomen. En iedereen weet dat ik zelf in mijn hart deze kazernes heel graag open wilde laten. Want ik had heel graag met de brandweermensen garant willen staan, ook in Jisp en in Oost-Kolendam voor de veiligheid. Maar in de regio hebben we een ander besluit genomen. En dat betekent dat we nu na gaan denken hoe we als gemeente die veiligheid op een andere manier gemeentelijk gaan organiseren. En daar heb ik iets over verteld. Ja, biedt Wormeland ook aan statushouders een woning aan? We hebben het afgelopen jaar hebben we afspraken gemaakt, want ik heb je verteld, het gaat niet alleen over statushouders, het gaat ook over mensen die hier al jaren op een woning wachten. En we hebben gezegd, laten we nou een extra inspanning doen om alle groepen te kunnen bedienen. En daar hebben we afspraken mee gemaakt met Wormen Wonen, met Huurders voor Huurders, met de gemeenteraad. En op dit moment wordt er dus iedere keer als er woningen vrijkomen, wordt er gekeken naar wie we het beste die woningen kunnen aanbieden. En eigenlijk gaat dat wel goed. Nou, dat is fijn, heel fijn om te horen natuurlijk, ja. Absoluut. Ja, wat kan Wormeland betekenen voor de armoede in de gemeente? Als je de mensen goed kent en je weet welke mensen werkelijk die armoedegrens kennen, die dus een heel laag inkomen hebben, dan denk je, als je die mensen kent, dat je ze kunt helpen door bijvoorbeeld, als er kinderen zijn, om het abonnement voor de kinderen te betalen. Of om te zorgen dat ze wel naar zwemles kunnen gaan. Of als er een keer een schoolreisje is, dat het schoolreisje betaald wordt. En dat doen we dan op een, laten we maar zeggen, voorzichtige manier. Want dat hoeft niet iedereen te weten. Dat bedoel ik ermee, maar je helpt dan wel in ieder geval gezinnen en ook kinderen om toch, net als alle andere kinderen, met veel plezier naar school te gaan en aan alles mee te kunnen doen. En dat willen we graag. Dat ook als je niet rijk bent, als je maar een heel klein inkomen hebt, dat je toch aan alles mee kan doen.